I'm glitching like a fool. En ik zeg yo, vriendjes en vriendinnetjes. Woep. Dit is een leuke. Dit is een lief klein glitchje. Ja, Daddy moet ook op de kleintjes denken. Dus ik heb een heel lief klein glitchje voor jullie. En wat is dat? Dat is deze, ja, ik noem het skelter, maar het is officieel dus een kaart. En deze kaart is op dit moment, en je zal het niet geloven, dit weekend gratis. Zegt hij nou gratis? Ja, ik zeg gratis. Hij is gratis af te halen. Bij Iso, bij de webshop van Southern San Andreas. En daar kan je hem gratis kopen. Alleen dit weekend nog. Dus volgens mij is het tot en met zondag. Dus nou, maak er nog even snel gebruik van. Koop hem eventjes en rij je skelter naar buiten. En dan gaan we hierin. We gaan alvast bij de modshop staan. Want we willen namelijk ons laatste voertuig buiten hebben staan. Want we gaan iets trucje doen. Natuurlijk gaan we een trucje doen. We zijn er bij Daddy op zijn kanaal. En we gaan deze bandjes verwisselen. Dat kan normaal gesproken niet. Maar daar hebben we natuurlijk weer een glitchje voor. En voor deze glitch zal je iFruit moeten installeren op je telefoon. Dus ga naar de webshop, de App Store, en dan installeer je even iFruit. Klik op dit icoontje, Los Santos Customs, daar klik je op. En dan ga je naar de onderste regel en dat zijn je online voertuigen, deze dus. Scroll even naar links of naar rechts tot je bij de skelter uitkomt. Daardoor moet je je skelter ook buiten hebben, want anders doet hij het niet. Dus ja, dat is hem. Oké, en dan klikken we die skelter vervolgens aan. En dan zie je de grap, want nu kunnen we dus wel wielen selecteren. We kunnen namelijk 5 verschillende wielen selecteren. De Inferno, de Deep 5, en we hebben nog meer. De Lost Speed, en dan hebben we hier de Diamond Cut. Dat is dan met een C, hè? Het is met een C. Chrono. Maar ik vind de Inferno eigenlijk het leukste. Dus die ga ik orderen. Ik doe verder niks eraan. Ik doe alleen maar even de wieltjes. Daar gaat het om. En dan krijgen we natuurlijk het prijskaartje eraan. En dat is 5530 GTA dolletjes. Nou, daar wil ik hem wel voor hebben. Order is successfully sent. En dat krijg je dan ook in-game te zien, hè, boven je minimap. Los Santos Customs. En dan kan je hier zo. Dan weet je dat je de custom modshop in kan. Dus, nou, daar hebben we staan. En dan gaan we de custom modshop in. Nou. En eens kijken of Larry thuis is. Even kijken. Larry, are you home? Ah, kijk, daar staat hij al. Hij had altijd hetzelfde geblokte shirtje aan. Hè? Dat zal hij toch ook eens een keer de was moeten doen? Ah, ik snap er helemaal niks van. Maar viespeuk. Oké, hey, we moeten even de voertuig repareren. Dus even kort repareren. En dan kunnen we de process app order kunnen we inkopen. Dus die gaan we aanklikken. En dan zie je het gelijk al, hè. Dan zitten de wieltjes eronder. De wielen die je normaal gesproken niet kan selecteren, zitten nu onder je voertuig. Nou, dan word je ook gelijk weer naar buiten gestuurd, hè. Dus dat is gelijk 1-2, hoppakee, en je wordt zo weer naar buiten gekikt. Ja, wat dat dan gaat, is Larry echt een moneymaker. Die wil natuurlijk alleen maar geld verdienen. Dus, maar we gaan nog even wat anders laten zien. Want je kan namelijk ook de kleuren veranderen van je wielen. En dat maakt het natuurlijk extra spannend, hè. Dus je kan de wielen al niet veranderen. Maar nu hebben we en de wielen veranderd. En dan gaan we ook nog eens een keer de kleur van de wielen veranderen. En dat maakt er iets blits van natuurlijk, hè. Noem het even een kinky kleurtje die goed opvalt. Dat iedereen ziet dat jij met zo'n geglitste wielen rondrijdt. Hé, hartstikke leuk natuurlijk. En dit zijn alleen maar deze 5 wielen die te verkrijgen zijn. Dus maar maak een mooi kleurtje en dat is hem. Dit is hem, de hele glitch. Nou, heb ik hem nog net even voor 12 uur opgenomen voor je. Hè? Je hoort het al, de daddy klok, ding dong, ding dong. Altijd als ik een fucking video aan het opnemen ben, dan is het of donker. Dat is het ook. Het is ook en donker. Kijk maar, het is en donker en die klok begint te slaan. Oh, mijn leven is echt een hel, jongens. En jullie denken, maak even een video. Nou, dit was natuurlijk al een heel lief klein videootje. Gewoon omdat ik een videootje wil maken. Gewoon voor jullie. Gewoon lief en klein. Nou, dat was hem. Daddy Cool gaat weer op de kleintjes passen. Daddy Cool, signing out. Till next time. Yo, yo, yo. Yo, 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 y